Een zespuntenduel in Utrecht tussen Kampong en Oranje-Rood. Beide jagend op een play-off-ticket. Kampong kan hier op voorsprong komen, maar de redding is goed van Blaak op de inzet van Van Bijnen. En let u ook even op de voorzet, of misschien ook degene die de voorzet gaf, dat is Sander de Wijn. Hij speelt zijn eerste wedstrijd van 2022 en deed dat vandaag erg goed in het hart van de verdediging van Kampong. Dat Kampong van Oldmans en deze Verga. Lang 0-0 in Utrecht, een saaie wedstrijd, dat viel een beetje tegen. Na rust ontbrandt de pot. Op dit moment is het De Wijn die het vuurtje aansteekt en de voet vindt van Max de Bie. Dat is een speler van Oranje-Rood en die maakt shoot in zijn eigen cirkel. En daardoor krijgt Kampong zijn eerste corner van de wedstrijd. Dat gebeurt na een paar minuten in die tweede helft. Jansen op kopcirkel, de variant hier op Pieters en de bal op de lijnstop op David Eames. Die krijgt die bal daar tegen zijn masker aan. Is daar even van beduusd natuurlijk. Kon gelukkig verder, de Engelsman. Maar het ging wel ten koste van een strafbal. En daar meldt Jansen zich voor. Die kijkt even naar de scheidsrechter, ook even naar Premier Blaak en pusht dan via de paal naast. Uitgelezen kans voor Kampong dat zo slecht draait om op voorsprong te komen. Utrechters wonnen alleen van de onderste drie ploegen in de hoofdklasse. We hebben het dus zwaar in die tweede seizoenshelft, waarin ze zijn afgezakt naar de vierde plek. Stonden er zo goed voor. Vlak daarna is het Jansen die zijn fout wil goedmaken. Stoomt hierop over de achterlijn. De bal komt voor en via Pieters komt hij bij Pfeiffer. En die drukt eenvoudig af. Alsnog de voorsprong voor Kampong aan het begin van die tweede helft. De Utrechters moesten het vandaag nog doen zonder Robert Kemperman en Bjorn Kellerman. Dus wel weer met De Wijn. En dus met deze Pfeiffer die voor de 1-0 zorgt. Het duurt lang voordat Oranje-Rood met de antwoord komt. In de slotfase komt pas een goede kans voor de ploeg uit Eindhoven. En dan is het ook meteen raak. Joep de Mol. De bal gaat terug op hem, de aangever. En hij schuift hem rustig binnen. Wil dat weten ook. Besprongen door alles in het wit. En Kampong, ja dat baalt natuurlijk. Dat ze deze voorsprong uit handen geven. En Oranje-Rood een kans geven om weer terug te komen in die strijd om die play-offs. Want die is ongemeen spannend. Kampong staat nog wel in de top 4. Maar Oranje-Rood blijft op het vinkentouw. Blijf eens afwachten de komende 2 weken wat er gaat gebeuren in de strijd om de play-offs. Rotterdam in de witte shirts ontvangt op eigen veld HGC de nummer 6 van de ranglijst. Rotterdam is nummer 9 en al uitgeschakeld voor de play-offs. Dit is de 3e minuut van de wedstrijd. Mark Bolto schiet op doel en dan is het via Jesse van Minde die zijn eigen doelman passeert. Maar het doelpunt komt op naam van de Spanjaard Bolto. 1-0 voor HGC dus. Dan dit doelpunt van de jeugdige Jan van het Land. Met de backhand passeert hij snoeihard Dirk Meijer. Zijn tweede doelpunt ooit in de hoofdklasse van deze jeugdige van het land. Dan doet Rotterdam iets terug, vlak voor rust. Het is Alexander Schop die daar om keeper Sam van de Ven heen gaat. En met een backhand scoort hij de 1-2. De aansluitingstreffer dus, zijn 6e treffer van het seizoen. Alexander Schop. En dat is ook de ruststand in Rotterdam. Dat na dit seizoen afscheid neemt van Albert Kees Maneschijn. Dan dit moment in de tweede helft. Bal komt voor op het lichaam van een verdediger van Rotterdam. Scheidsrechter geeft in eerste instantie een strafcorner. Maar na overleg met zijn collega geeft hij een strafbal. Want hij vindt dat de bal anders in het doel was gegaan als de verdediger de bal niet op zijn lichaam had gekregen. Seffi van As tegenover Dirk Meijer. En hij scoort de 3-1 voor HGC. Zijn 13e treffer van het seizoen. Seffi van As, de aanvoerder van HGC. In de slotfase nog een kans voor Rotterdam op de 3-2. Maar een prima redding van Sam van de Ven. Hij ziet de bal via zijn leggers lange corner gaan. En daar zou verder niets uitkomen. HGC wint in Rotterdam met 3-1 van de thuisploeg. En heeft nog een heel klein kansje op de play-offs. Pinoquet zal met een moddervette smile op de mond terugdenken aan het laatste bezoekje aan Tilburg. Toen werd het namelijk 8-0 in het voordeel van de Amsterdammers. Vandaag een nieuwe aflevering tegen de ploeg van Sjoerd Marijnen. Overigens vorig jaar nog gecoacht door de huidige bondscoach van Oranjemannen, Jeroen Delmee. Tilburg mist een aantal mensen. Tolini is er wel bij op kopcirkel. Aan de overkant is hier Alexander Hendricks. Goede kans ook uit de rebound daardoor Luca Wolf. Die hem daarvoor intikken had. Die bal komt zo voor de stick van de Duitser. Maar hij vergeet hem binnen te schuiven. Daardoor blijft het een geruime tijd 0-0 staan bij deze wedstrijd. Tussen laagvlieger Tilburg en play-off kandidaat Pinoquet. Kunnen dit jaar voor de eerste keer halen, de play-offs. Kansen zijn hier in overvloed, hier ook voor Warmerdam. Gaat volgend jaar naar Bloemendaal. Hier een kans weer op de 1-0. Aan de overkant Tolini. Die test Heer de Brink. En die bal lijkt er in de rebound dan in te gaan. Maar dat was al gefloten voor een overtreding. Dus ging dit Tilburgse feestje niet door. Tilburg, ja, een beetje troosteloos staan ze 10e. Zal zeker van de play-outs.
De laatste 4 keer verloren. Dat zijn geen prettige cijfers. Weer Tolini. En weer Brink. De topscorer van Tilburg. Lukt het vandaag niet om de keeper van Pinoquet te verslaan. Pinoquet krijgt dus ook veel kansen in die wedstrijd. In het corners regende. En de keepers uitblonken. De wedstrijd lijkt dan op 0-0 uit te draaien. We zijn in de slotfase. 2 minuten voor tijd. Maar dan is er altijd nog Alexander Hendricks. Hij bevrijdt Pinoquet. Zijn 1-0, 2 minuten voor tijd dus, levert Pinoquet de zegen op. En weer een zure middag voor Tilburg. Wat waren ze dichtbij? Een puntje. Het is 21 jaar geleden dat Hurley wist te winnen in de hoofdklasse van Amsterdam. Vandaag krijgen ze een goede kans om op voorsprong te komen, want uit deze strafcorner volgt namelijk een strafbal. De bal op de stip, op het terrein van Hurley, tegen de buurman dus uit Amsterdam. En een van de weinige kansen die Hurley nog krijgt om punten te pakken dit seizoen. Maar die strafbal die wordt gemist hier door Huisman. Die hem helemaal niet goed neemt door het midden. En gepakt daardoor Joren Romeijn in het doel van Amsterdam. Maar dan een paar minuten later is het alsnog Huisman die toeslaat. Na een klein half uur spelen de voorsprong voor Hurley. De ploeg van Reinhard Wolf die minstens 5 punten moet pakken in de komende 3 duels. Maar dan dit hoogstandje van Amsterdam. Sharp is de naam. En hij beukt hem heerlijk binnen. De Australiër Sharp is hier inderdaad erg scherp voor het doel van Hurley. En Amsterdam heeft dan de smaak te pakken, want hier is Mirko Pruiser. Keurig en kalm binnengelepeld in die tweede helft. Heel voorzichtig en rustig uitgespeeld. Alsof ze het dagelijks doen. Amsterdam dus op voorsprong. En het wordt nog mooier voor de ploeg van Alexander Cox. Want hier is Mitten, die heeft weinig ruimte nodig om doeltreffend te zijn. Het vuistje omhoog bij weer een Australiër die scoort. Het gebeurt 9 minuten voor tijd. Zijn 16e alweer van het seizoen voor de clubtopscorer van Amsterdam. Het slotakkoord is voor Bram Huibrechts niet de mooiste van de middag. Wel degene die de 4-1 oplevert. Betekent een play-off plaats voor Amsterdam. Dat is heel knap na een hele goede tweede seizoen zelf. En Hurley moet nog toch echt vrezen voor degradatie. Den Bosch in het zwart ontvangt aan de Oosterplas SCAC, de nummer 11 van de ranglijst. Dit is de 10e minuut van de wedstrijd. Actie van Koen Bijen. Een eerste instantie redt doelman Oudekerk van SCAC, maar Ruben Versteeg tikt de rebound in het doel. En zo is het 1-0 voor Den Bosch al na 10 minuten spelen. Hier de actie van Koen Bijen en het slechte wegwerken van Oudekerken. En daar profiteert Ruben Versteeg van. Dan een strafcorner voor SCAC. Een variant van Terwijl op Roderie Tam, maar die gaat hopeloos de mist in. Hier duidelijk te zien dat Terwijl op die variant speelt, maar Tam mist die tip in. Blijft 1-0 voor Den Bosch. Dat krijgt in de eerste helft nog een enorme kans op de 2-0. Het is Hidde Pardevliet, oog en oog met doelman Oudekerken. Maar dit keer redt hij uitstekend de doelman van SCAC. Paasje was heel mooi van Tukkers binnendoor op Pardevliet, maar die kan daar niet van profiteren. 1-0 dus, de ruststand aan de Oosterplas. Dan in de tweede helft, Dylan Wollerspoon, de Australiër. Goeie voorzet op Koen Bijen, die tikt de bal achter Oudekerken en brengt Den Bosch op 2-0. Zijn 14e treffer van het seizoen, international Koen Bijen. Een minuut later wederom dezelfde combinatie. Wollerspoon op Bijen, die tikt de bal van dichtbij in. 3-0 voor Den Bosch, zijn 15e van het seizoen. Voorbereidend werk natuurlijk van Wollerspoon, de intikker van Bijen. 4-0 dus. SCC wordt een beetje weggespeeld in die tweede helft. Want even later wordt het 4-0. Het is de combinatie tussen Bijen en Jair van der Horst. En Wollerspoon heeft bij de tweede paal geen probleem om die bal in te tikken. En brengt de stand op 4-0 voor Den Bosch. Dan weer een minuut later Tijmen Reijenga, de international van Den Bosch. Met de backhand, eerste instantie redt Oudekerken nog. Maar in de rebound is het Reijenga die de 5-0 scoort. Zijn 8e treffer van het seizoen. Nuttig tikje van Koen Bijen die de rebound van Oudekerken voor de stik legt van Reijenga. 5-0 dus. Dan probeert SCAC iets terug te doen in die tweede helft nog. Dit is een inzet van Terwijl, maar de redding is fantastisch van Jan van Goessen. Die dit keer het doel verdedigt van Den Bosch. Met de leggers pakt hij die bal van Terwijl. 2 minuten voor tijd. Strafcorner voor Den Bosch. Austin Smit met zijn 10e van het seizoen door de benen van Oudekerken. 6-0 voor Den Bosch. Hier nog een keer die strafcorner van Smit door de benen van Oudekerken. 6-0 dus. En in de allerlaatste minuut de mooiste goal van de wedstrijd. Want het is Connor Empey die met gevaar voor eigen leven deze bal erin glijdt. Tip in is geweldig. Hij passeert daarmee Jan van Goessen. Brengt de eindstand op 6-1.
Hier nog een keer die tip in van MP. Maar Den Bosch wint met 6-1 van SCAC. En SCAC blijft door de nederlaag op de 11e plaats staan. Met 5 punten voorsprong op heksluiter Hurley. Koploper Bloemendaal, een kerstverse Europees kampioen, ontvangt op eigen veld op het kopje Klein Zwitserland dat in het wit speelt. Hier is de beginfase van de wedstrijd. Bloemendaal duidelijk sterker in die fase, krijgt hij een strafcorner. Bal omhoog in de cirkel, gevaarlijk spel dus. En terecht geeft de scheidsrechter daar een strafcorner voor. Klein Zwitserland mist maar liefst 4 sterke buitenlanders. De Australiërs Swan en Craig. En de Duitse Mildkau en de Argentijn Keenan. Zij zijn er allemaal niet bij vanwege blessures. Hier een kans voor Arthur van Doren, de Belg van Bloemendaal. Maar Koen de Schaper in het doel van Klein Zwitserland reageert attent. Even later weer druk van Bloemendaal. Het is Jorrit Kroon die de bal onderschept. Uiteindelijk vindt hij daar Florian Fuchs. En de Duitser scoort de 1-0 voor Bloemendaal. Zijn 8e treffer van dit seizoen, Florian Fuchs. Even later krijgt diezelfde Fuchs de kans op de 2-0. Maar een geweldige redding van Koen de Schaper met de stick voorkomt die tegentreffer van Bloemendaal. Hier nog een keer dat moment dat Fuchs helemaal vrij op de kop van de cirkel staat. Maar de redding van Schaper is geweldig. 1-0 is ook de ruststand in Bloemendaal. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Actie van Thierry Brinkman. Uiteindelijk gaat Koen de Schaper, de doelman van Klein Zwitserland, op de bal liggen. En dat betekent een strafcorner voor Bloemendaal. Protesten nog van de verdedigers van Klein Zwitserland, maar die helpen niet. Want scheidsrechter Veerman blijft bij zijn beslissing. Strafcorner dus voor Bloemendaal. Dat het contract met coach Matthijssen voor een aantal seizoenen heeft verlengd. Deze strafcorner levert geen directe push op. Goed uitverdedigen door Douwe Steenstaar. En dit gevaar is geweken voor Klein Zwitserland. Hier nog een keer die verkeerd gestopte strafcorner van Bloemendaal. Klein Zwitserland blijft goed overeind tegen de Europese kampioen. Heeft kans nog in de slotfase op de gelijkmaker. Maar 2 minuten voor tijd maakt Thierry Brinkman aan alle illusies een einde met deze kiezelharde backhand. Hij passeert doelman Schaper en zorgt voor de 2-0 voor Bloemendaal. Zijn 16e treffer van dit seizoen, Thierry Brinkman. En in de allerlaatste seconde van de wedstrijd scoort Nick van Tricht nog voor Klein Zwitserland. Hij krijgt hier de bal helemaal vrij op de kop van de cirkel en passeert doelman Maurits Visser met een droog schot. 2-1 is ook de eindstand op het kopje. Bloemendaal blijft uiteraard koploper en kan de eerste plaats in de reguliere competitie niet meer ontgaan. Klein Zwitserland zakt op de ranglijst van de 7e naar de 8e plaats.